Helemaal, eventjes een vluggertje tussenin. En dat is eigenlijk omdat ik meer en meer vragen krijg van lezers, van vriendinnen, van collega's enzovoort, over hoe ze bepaalde dingen moeten doen. Zo vroeg Siska laatst hoe ze het best haar wenkbrauwen epileert. Vroeg Angelica mij hoe ze oogschaduw op haar onderste wimperrand moet aanbrengen enzovoort. Ook vragen mensen me soms van waar kan ik dit halen? Hoe komt het dat jouw make-up zo lang blijft? En toen ik laatst mijn dochter ging ophalen in de crèche, zei de verzorgster van oh wauw, je ziet er altijd zo mooi gemaquilleerd uit. Hoe doe je dat toch? Enzovoort. Wel, die vragen wil ik dus beantwoorden en die ga ik samenbundelen in een filmpje. Ik kan niet beloven dat het filmpje redelijk snel online komt, want donderdag is het 1 september en dan begin ik terug te werken. En sowieso doe ik ook enkel maar filmpjes op woensdag. Dat om mezelf een beetje routine te geven, een beetje structuur en ook om niet te moeten stressen van oh, ik moet nog een filmpje maken en oh, wat ga ik nu weer doen voor een filmpje enzovoort. Dus als je vragen hebt, stel mij die gerust openbaar of in een privébericht. Het is mij allemaal gelijk. En dan kom ik later wel bij jullie terug. Bedankt alvast en ciao!